bias connectie. Okay, maar eigenlijk in je hart is het veel meer. Ja, in mijn hart is het broederschap, liefde voor elkaar, trouw zijn aan elkaar en gewoon in tijden zijn voor elkaar. Wat eigenlijk niemand meer een deurtje op een kiertje heeft in de tijd. En hij wel. En ik hoop al die Pen Connection dat ze ook zo met elkaar zullen omgaan. En dat er nooit eigenlijk ruzie komt in Pen Connection. Dat hoop ik. Maar je kan nooit in de toekomst kijken. Kijk, wat is ook een probleem? Op een gegeven moment is het zo gewoon. Ja. Dan heb je ook invloeden van buitenaf die dat beïnvloeden. Precies. Maar ik denk dat als de basis vastgehouden wordt zoals je het nu brengt, vind ik het echt iets heel erg moois. Ja. Ondanks dat het uit een nare situatie voelt. Ja, precies. Maar een nare positie. Kijk, we hebben negatieve. De kunst is om een negatieve in een positieve om te zetten. En dat hebben wij gewoon proberen te doen met Pen Connection. Het gaat goed. Nou, ik vind dat het goed gelukt is. We kunnen horen aan jullie muziek. Kijk, wij konden ook plannen maken van hey, als we buiten komen, gaan we dit doen, dat doen. Ja. Dit pakken, dat nakken, weet je wel. Dat kon ook. Dat kan altijd nog. Maar ik wil dit doen. Ik wil eerst dit doen. Ik wil kijken wat dit mij gaat brengen. Dit is mijn pad, zo zie ik het. Nou, ik ben blij dat je dat pad gekozen hebt, want we hebben ontzettend veel goede muziek van je. Ook dank je. Ja, ik bedank jullie ook allemaal, echt serieus. En wat ik fijn vind sowieso, die snelheid, de energie wat je erin hebt, die snelle raps. Thanks. Echt kenmerkend voor jezelf en dat vind ik fijn. Je brengt altijd iets typisch. Dankjewel. Ja, dat is echt fijn. En we hebben het nou over Reem gehad en Pen Connection, maar ik heb een vraag hier voor jou, voor jezelf als Dope D. Ja. Wat wil jij als artiest bereiken? Als artiest wil ik bereiken? Misschien klinkt het heel apart, heel vaag. Maar ik zou toch een mooi leventje voor mij en mijn moeder, de laatste jaren wat we nog hebben. Voor haar ook. De jaren, tijd gaat snel, het kan zo afgelopen zijn. Ja. Ik wil haar gewoon ook goed laten leven. Mijn moeder heeft ook gestruggeld, alles. Heel veel pijn achter de kiezen. En ik wil gewoon ook dat zij lacht. En ja, waarom niet? Een villaatje, misschien wil ik dat wel bereiken. Maar maakt niet uit. Mensen zullen denken, ja, je doet het nou voor geld. Luister, tuurlijk doe ik het ook voor geld. Waarom niet? Ik zeg het je eerlijk. Wie zegt dan niet zo is, is hem. Ja, brada, daarom. Ik heb ook genoeg gratis nummers uitgebracht hoor. Ik doe het nog steeds elke dag. Dat is mijn love. Maar als ik er wat mee kan verdienen, ja, waarom niet? Dan ben ik toch een sukkel als ik die kans niet neem. Ja, dat ben ik het wel met je eens. En nou, en een villaatje zo in Turkije voor mijn mama. Ja, waarom niet? Ze wou een Porsche. Ik hoop dat ze die Porsche ooit kan krijgen voor mij. Dat zijn mooie gedachten. Ja. Weet je, zo, wat ik gewoon mooi vind om te zien is dat je vanuit je hart spreekt en jezelf laat zien. En over het algemeen heb je natuurlijk wel een beetje het imago van fuck jullie, wat wil je dan? En, dat is er ook. Nou, die kant is er ook. Zeker, maar ik vind het heel mooi dat je laat zien dat je ook echt een mooi mens bent in je hart. En dat je met veel liefde, sowieso, veel liefde achter je muziek ook staat. Zeker. Met een hoger doel. Alleen maar een beetje spitten. Weet je hoe ik denk? Als iemand mij zo'n beetje liefde geeft, hè, geef ik hem zo'n beetje liefde terug. Snap je? Als mensen mij zo'n beetje respect geven, geef ik ze zo'n beetje respect terug. Maar als mensen mij zo doen, krijgen ze deze van mij. Ja, nou, kijk, als iedereen dat zou doen, dan zou er veel meer liefde zijn. Ja. Maar even terugkomen op de vragen, want ik vind het wel gezellig. Jullie denken ook wel. Het begint steeds donker te worden. Ja. Ik hoop dat jullie nog kunnen zien. Het gaat natuurlijk om de informatie. Op dit moment werk je erg veel met Triangle Productions. Yes. Hoe ben je bij hen gekomen? Ik heb ze eigenlijk, Baco, die ken ik al heel lang. Hij kent mij ook al een tijd lang, zeker. Hij kent mij ook vanaf begin af aan al eigenlijk, dat ik met rappen ben begonnen. En ja, ik zeg het, het is meant to be, denk ik. En ik kom hem gewoon weer tegen. Ja. Via Rahim weer. Kijk, ik kom Rahim weer tegen in de bias en via Rahim kom ik hem weer hier buiten tegen. Terwijl wij eigenlijk zo close bij elkaar wonen, heb ik Rahim nooit mijn hele leven lang gezien. Nee. Nooit. In Engelo en hij, je weet toch, we zaten op hetzelfde pad eigenlijk toen de tijd, maar we zagen elkaar niet. Dus ik denk dat het gewoon meant to be is. Ja, precies. Dat is gewoon het moment en jullie waren allebei op dezelfde plek. Ja. Pen Connection te beginnen. Ja, als dat zo is, dan. Tuurlijk, ik kan nooit 100%. Alleen hij weet hoe het allemaal in elkaar zit. Maar ik kan alleen maar. Ik kan alleen maar raden. En ik kan alleen maar gokken. En ik hoop dat ik het goed heb gegokt. En dat ik over 5 jaar, als ik terugkijk, kan zeggen van ja, man. Die interview.
Daar had ik gelijk in. Ja, had ik gelijk. Dan kon ik zeggen, ik was erbij. Ja. Ja, nou, ik ben fan van je. Dank en ook van Rahim, maar ook van jezelf. Ik hou van je muziek. Dan ben ik ook fan van jou. Ja? Zeker. We zijn fan van elkaar. Yeah. Kijk, zo zie je maar weer. Geef je liefde, krijg je terug. Precies. Ik denk dat dat de mooiste boodschap is die we vandaag hebben gehoord. Zeker. Ik heb nog een vraag voor je. Heb je nog dan wat love of shout-outs voor je homies, vrienden voor je? Sowieso iedereen. Wat jij hebt gezegd, iedereen die van mij houdt, heb ik heel veel liefde voor terug. Much love for Triangle, much love for Keymotion. Keymotion. Radio.com, houd in de gaten. Bij Connection hoor je vaak genoeg langskomen. Respect voor mijn broeder Rahim. Je weet toch, God is met je, brada. En ja, dat was het eigenlijk. Ja, in ieder geval bedankt. En jij ook heel erg bedankt. Ja, graag gedaan. Spontane meid. Nou, lieve kijkers. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik in ieder geval wel. Het was een diepgaand gesprek voor de verandering. Natuurlijk. Zijn muziek kun je altijd luisteren op keymotionradio.com. Kun je daar alles horen en vinden over Dope D. Yeah. Mocht je nog vragen hebben, tips of ideeën, kun je natuurlijk altijd mailen naar keymotionradio@gmail.com. Nou, vanaf deze zwoele warme zomeravond wensen we jullie a lot of love. Eastside baby. Junks aan het crack op de straten. Voor wapen ben ik weer op weg om te kapen. Nuchter moet geld maken, daarna slapen. Bloed doorlopen, ogen weinig geslapen, maar wel geneuk. Was wel leuk, mijn pik weggezogen tot de morgen. Ligt nu nog een neer. Snip, lip en dream tot het over is. Ongevreesd kom ik breed met mijn weer. Psycho kid, we combi rich. Dit wordt een hit van Engelo tot Lely zit. En joh, mijn brat, dat psycho kid. We streven elkaar in de licht.